Goedenavond, het is dinsdagavond en als altijd even na 9 zijn we er met Driekwart Weesp rechtstreeks vanuit onze studio aan de Fijn van Draadlaan. Ja, goedenavond, we zijn bij u tot vanavond 10 uur. 3 gasten aan tafel en 2 vaste onderwerpen, onder andere door de bril van mevrouw Van Overheem en de stek. En van die is, gaan we straks horen. En 3 gasten aan tafel, waaronder 1 sporter, Koen Wesselman. Komend weekend, een belangrijk weekend voor hem, want dan gaat hij meedoen met de Nederlandse kampioenschappen schaatsen. We kunnen het allemaal volgen, want de NOS zendt alles rechtstreeks en live uit. Goedenavond, Koen. Anneke Vessel, naast hem. Jij bent hard aan het werk om te zorgen dat je aanstaande zaterdag een van de kandidaten bent die 1 miljoen euro binnen gaat harken. En dat alles voor Pampers. Want jullie hebben hard geld nodig. Precies. We gaan er straks over praten. En 27 april zijn ze bij het Casparis College bezig controleren. Controleren hoe het er allemaal voor stond voor het periodiek kwaliteitsonderzoek Casparis College. En dat is allemaal goed uitgepakt. En daar gaan we ook over praten met de directeur van de school, Paul Blonk. Dag Paul, goedenavond. Goedenavond. We beginnen met Koen. Je was al een keer 20ste geloof ik op de 1000 meter van het NK. Ja. Nou zeg je, nou. Je bent inmiddels 21 jaar, je bent hard op weg, je hebt nog geen sponsor, of je had hem in ieder geval niet de laatste keer dat wij Casparis. Heeft dat te maken met jouw resultaten, of is het een gevolg van de resultaten? Hoe moet je dat zeggen? 20ste van Nederland is natuurlijk leuk, maar er staan er nog steeds 19 voor je. En de 20ste, ja, rond de 20ste plaats betekent ook dat je niet... niet 100% zeker bent van deelname aan alle grote toernooien. Is dat de reden ook dat je niet zo makkelijk een sponsor vindt? Nou, het is sowieso redelijk moeilijk om sponsors te vinden. Ja, hoe moet je dat zeggen? Als je naar het buitenland kijkt, zie je dat in het buitenland de cultuur bestaat dat ze mensen vanaf de jeugd eigenlijk doorsponsoren totdat ze groot worden. Ja. Maar in Nederland begint het eigenlijk pas als je al groot bent. Ja. Dus ben je bekend, dan heb je het eigenlijk niet zo heel hard meer nodig. En dan beginnen we pas hier. Dan begint het pas. Ja. Komend weekend ga je 2 afstanden rijden op de Nederlandse kampioenschappen? Nou, niet komend weekend. 6 en 7 januari. Ja. Oké. Okay. Nou, dat duurt nog eventjes. Moeten we nog even geduld hebben. Nog heel even geduld. Ja, kun jij nog even trainen in ieder geval? Maar je gaat op 2 afstanden, mag je meedoen met de Nederlandse kampioenschappen? Ja, 2 afstanden. Je rijdt een 500 en een 1000 meter. Mm-hmm. En dan de volgende dag weer. Dus in totaal 4 keer starten. Pieken starten. Met hoeveel andere schaatsers doe je dat en met welke grootte allemaal? Alle Nederlandse grootte. Dat is tevens een plaatsing voor het WK Sprint. Dus alle grote mannen willen daar rijden. Uh-huh. Dus misschien vorig jaar heeft iedereen misschien gezien dat Ebbe Wennemars het niet haalde en daar vreselijk van baan. Dus dit jaar zal hij dat wel willen halen. Uh-huh. Misschien de Nederlandse titel ook nog wel pakken. Dus dat wordt sowieso een mooi toernooi. Uh-huh. Ja, tegen die grote mannen moet jij aan. Ja. Kan je dat dan? Waarom niet? Ik kan nog niet van ze winnen, maar ik kan altijd tegen ze rijden. Ja. Maar nou, zo'n Wennemars is nou iemand die al jarenlang in beeld is. Er kan geen tv niet aanzetten of hij komt in een of ander flauw spotje naar voren. Die heeft geld zat, traint het hele jaar door, heeft niks aan zijn hoofd. En dan kom jij. Ja, ik heb genoeg te doen. Ja. Maar hoe ben je ooit in staat om tegen dat soort mannen partij te leveren? Nou ja, het is zo dat je op dit moment kan ik natuurlijk geen partij bieden. Ik heb eigenlijk onvoldoende trainingsjaren achter de rug, onvoldoende tijd om te trainen en onvoldoende faciliteiten. Ja. Maar die dat soort dingen moet je eigenlijk allemaal verdienen. Ja. Tegen de tijd dat je weer een stapje hoog komt, is er iemand die je financieel wil sponsoren. Dan praat je dan over tiende? Stel nou dat je de beste omstandigheden hebt. Je kan 20 uur per week wijden aan je sport, 30 uur. Je kan je hebt beste fysiotherapeuten, je hebt een autonoom die je af en toe eventjes verkraakt. Ja. Wat betekent dat op een afstand? De 100 meter legde jij af met 9,85 geloof ik. 9,98. Nou ja, zeg dat op een 100 meter zijn die verschillen natuurlijk extreem klein, omdat het ook een hele korte afstand is. Maar op een 500 meter zou dat in 2-3 jaar tijd zou dat een seconde kunnen schelen. 34 in jouw beste tijd geweest? Ja, 16 onder. Ja, ik zit ook op de piek hoor. Ik heb hem nog niet bijgewerkt. Maar hoe groot is het verschil dan? Het verschil naar de top nu, als ik op de Eindhoven Cup reed, onder gelijke omstandigheden, reed ook Gerard van Velden en dan zit ik daar ongeveer een seconde achter, als ik een goede race heb. En dat is op de 100 meter? Dat is op de 500 meter. De 500 meter? Ja. Dus de 100 meter. Dat is eigenlijk helemaal niks? Dat is eigenlijk helemaal niks. Uh-huh. Maar in die seconden, dat zijn 100, daar passen nog 100 maanden tussen. Uh-huh. Dat is, wat kunnen ze jou nog leren dan? Is dat techniek, is dat kracht, is dat souplesse, is dat tussen je oren, wat is dat?
tussen mijn oren gaat gelukkig redelijk goed. Ja? Nou, maar het is inderdaad kracht, souplesse, conditie, houding, techniek, alles kan... Het houdt niet op eigenlijk. Dat is, er zijn zo ontzettend veel factoren. Buiten je fysiek, je materiaal, je techniek heb je ook nog het ijs, de weersomstandigheden, noem het maar op. Ja. Hoe zit het met je leeftijd? Want je bent 21 nu? Ik ben 21. Is dat net de goede leeftijd om deze snelheid te kunnen halen? Of ben je eigenlijk al misschien voor je leeftijd over de top heen dan? Nee, over mijn top heen ben ik zeker niet. Maar het is wel een leeftijd waarop je wel echt stappen moet gaan maken. Uh-huh. En dat moet ik ook wel echt gaan doen. Wie help je erbij? Ik. Nee, er zijn wel wat mensen die mij helpen, maar ik heb geen vaste begeleiding of vaste training. Maar laatst ben je naar het buitenland geweest samen met een maatje, heb je daar getraind. Ja, ja. Ik geloof dat je €400 hebt uitgegeven in een weekend of zo. Ja, nog niet eens. Nee, dus nee, in een week zelfs. Je praat over bedragen van niks eigenlijk? Nee, relatief weinig. Ik bedoel, nou gaat iemand jou sponsoren voor het winterseizoen, wat moet hij dan betalen? Nu is het winterseizoen al op de helft. Dus, de helft van het seizoen? De helft van het seizoen, dus heel duur. Morgen word je gebeld als sponsor. Je zegt, ik wil je helpen, wat moet hij dan betalen? Als ik even snel... Met €2000 kan ik het hele seizoen... En dan staat hij op je alles, pak staat en overal dan en dan zet je een petje op. En, heb ik een nieuw pak, staat de sponsor op mijn pak, heb ik een petje met de sponsor op. Ja. Alles